We hadden veel plannen, maar gezien het weer hebben we het programma iets ingekort. Wij hebben onder andere een nieuwe schutting achter de boerderij geplaatst. En bloemen voor op het terras. Ja, en we zouden allerlei dingen in de tuin doen, maar helaas, het was te koud. Ja. Dus zijn wij op ons plan B overgegaan en nu met spelletjes bezig. Ja. Met onze mensen. Ja, want ik ben hier bij jullie in het zorgcentrum in Noordbroek. Wat houdt deze locatie precies in? Wij zijn een zorgboerderij met diverse afdelingen. En wij hebben onder andere hier waar we nu zitten is het zorghotel. Tevens hebben wij een restaurant waar wij ook deelnemers begeleiden in de horeca of in de keuken. Op het achterdeel hebben wij mensen met dementie, waaronder ook echtparenkamers. En boven hebben wij beschermd wonen. En we hebben nog een dagopvang. Die zit in het woonhuis eigenlijk in de boerderij. En we hebben sinds kort een tuingroep met dagbesteding. Okay. Dus heel divers. Met allerlei verschillende afdelingen. Ja. Ja. En wat maakt het zo mooi dat het allemaal hier in één locatie zit? Ik zeg altijd, je woont op de Leiwijkstee en je doet ook iets in de Leiwijkstee. Dus alle afdelingen staan met elkaar in verbinding. De een die verzorgt de beesten en de andere die schenkt koffie. En we doen eigenlijk alles samen met elkaar. Het is een groot huis voor iedereen. Ja. 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 Want ik hoorde ook dat eigenlijk mensen hier helemaal niet weg willen. En waarom is dat? Ja, de meeste mensen komen zeker in het zorghotel soms in toch wel een crisissituatie of van herstelsituatie. Die vinden het zo gezellig. En ja, men zegt eigenlijk altijd letterlijk, het voelt heel warm hier. Het voelt als thuis. En dat maakt vaak dat mensen niet weer naar hun eigen woning teruggaan, gezien eenzaamheid of andere redenen. En dan blijven ze hier. Ja. En voor welke doelgroep is deze locatie bestemd? We hebben een diverse doelgroep, waaronder een grote groep mensen met dementie. We hebben mensen die Parkinson hebben, we hebben mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrie als achtergrond. Eigenlijk van alles, mensen die herstellen of somatiek. Noem maar op. Ja, want er werken hier ook veel vrijwilligers. Wat zijn hun taken? Ja, wij kunnen echt niet zonder vrijwilligers zoals je vast wel hebt gezien hier op het terrein, werk genoeg. Vrijwilligers helpen mee op verschillende afdelingen en dan vooral als extra handjes, zoals wij dat dan noemen. Maar ook zeker in de tuin. Wij hebben namelijk een eigen moestuin. Daar verbouwen we producten en die eten wij in het zorghotel of in het restaurant eigenlijk met onze mensen op. En gezonde voeding. Ja, en daar is heel veel werk en werkzaamheden en activiteiten. We waren zo net ook in de locatie hierachter. Wat zijn ze daar aan het doen? Op dit moment zijn ze aan schoelen en ze zouden gymnastieken. Daar zat de vrijdagmiddag vaste activiteit. Maar gezien NL Doet gaan we nu met vrijwilligers naar het achterdeel om eigenlijk met een grote groep spelletjes te gaan doen. Ja. En wat maakt deze locatie eigenlijk zo bijzonder? Ja, wat niet is meer de vraag, denk ik. Ja, ik denk dat wij heel uniek zijn in het zorg op maat leveren voor de bewoner. En de bewoner staat echt voorop. Wij gebruiken wel de visie van u woont hier. Het gaat heel erg over de wensen van de bewoner. Hoe die graag, hoe die net als thuis. Dus als jij 's ochtends denk ik wil uitslapen, dan is prima. Dan ga je uitslapen en dan ontbijt je iets later. Ja. En zoals je ziet, wij hebben nog geen witte jasjes, de zorg ook niet. Het is heel laagdrempelig en letterlijk dat warme, het naast de mensen staan. Ja. En hoe komen de mensen hier dan uiteindelijk terecht? Wij staan natuurlijk op verschillende sites wel. Ik denk de grootste is echt onze mond-op-mond reclame. Mensen die hier zijn geweest of familieleden die ouders hier hebben gebracht die uiteindelijk zijn overleden. Dan toch wel de onderwerpen bij een verjaardagsfeestje van moet je eens naar de Leiwijkstee gaan, want daar is dat of dat. En wij doen natuurlijk ook mee aan Hemelvaart, met markten en allerlei dingen om ons te laten zien wat we allemaal doen. Want vandaag is NL Doet en jullie waren ze net bezig met de schutting bouwen. Zou je daar wat over willen vertellen? Ja, we hadden de containers een beetje op een ongelukkige plek staan. Wat wij al een beetje vervelend vonden. En op een gegeven moment hebben we daar een plannetje voor gemaakt. Als we daar nou schuttingen voor maken, dan zijn ze nu verstopt. En dan is dat zeker de entree, achterkant van de boerderij. Dan lijkt dat gewoon netter. En dat zijn van die klusjes. En dat is heel leuk voor NL Doet. Dan hebben we ook een beetje voor de vrijwilligers duidelijk van dit gaan we doen. We zitten nu in het zorghotel. Ik doe hier dus ook wel eens wat spelletjesactiviteiten. Ik heb zelf een zorgachtergrond en ik vind het gewoon leuk om nu met de mensen die hier wonen iets extra's te kunnen betekenen. Ik zit ook vaak op de dagopvang, daar dan met een groep en dan ben ik met wat knutsels bezig. Meestal gebonden aan het seizoen, wat leuke dingetjes maken, vrij eenvoudig wat ze dan mee naar huis kunnen nemen. Af en toe schilderen we bijvoorbeeld ook wel eens stenen en die leggen we dan weer in het
tuin. Dat is dan een beetje, hè, dan komen er andere mensen die hier dan weer door de tuin lopen. En die vinden dan weer wat leuks. Dat is dan weer een verrassingseffect. En zo doen we wat extra's. Ja. Ik zie allemaal verschillende mensen van verschillende leeftijden door elkaar. Wie zijn dat allemaal en wie is hier allemaal welkom? Nou, in principe, de mensen die hier wonen, dat is, ik zou zeggen, één grote familie. Dat is ook het gezellige. Iedereen helpt elkaar en doet veel voor elkaar. En ook van buitenaf zijn mensen welkom. Soms met name in de zomer heel veel fietsers en wandelaars die hier dan even op terras een kopje koffie komen drinken of iets anders. En er wordt hier ook wel is wat georganiseerd, een high tea of dergelijke dingen. Dat kan je dus hier bestellen, ook in het restaurant. Dat je hier met een groep kan eten. Ja. Wij hebben deze locatie vroeger uitgezocht eigenlijk voor mijn vader. Die heeft hier gewoond. En in de periode dat hij hier woonde, met een verjaardag of zo, het een kroonjaar is, dan kan je ook weer wat extra dingen doen. Dus een leuke high tea hier in het restaurant gehad. Ja. Met familie van veraf is dat een hele leuke oplossing. Ja. Dus het is natuurlijk heel belangrijk om gewoon leuke dingen te organiseren voor de mensen hier. Ja, dat is, vind ik, het leuke ervan. Ja. Dat is de bekende kers op de taart eigenlijk. Ja. En jullie doen het natuurlijk samen met nog veel meer vrijwilligers. Hoe is de taakverdeling? Nou, echte taakverdeling hebben we niet. Iedereen die doet wat hij zelf zijn kwaliteiten in heeft. En daarvan heb ik aangegeven dat ik dus graag knutselen en spelletjes doe. Af en toe loop ik ook wel gewoon wat rond en even een verhaaltje bij iemand luisteren, even aandacht kunnen geven, kan ook heel zinvol zijn. Ja. 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 Dus, de chauffeurs bijvoorbeeld, die rijden op een bus. Dat is ook vrijwilligerswerk, maar dat is niet mijn ding. Nee. En jullie werken met veel meer vrijwilligers. En het is gewoon belangrijk dat jullie allemaal elkaar gewoon zien als één familie. En waarom is dat zo belangrijk? Ja, dat bepaalt de sfeer ook hier in huis. En dat maakt het gewoon leuk. Een beetje de zoete inval en elkaar versterken in de dingen eigenlijk. Ja. Waarom is het dan zo belangrijk dat er vrijwilligers nodig zijn? Nou ja, de taken van zorg enzovoort. Ja, dat is natuurlijk een specifieke taak wat eigenlijk voor hun de hele dag in beslag neemt. En de extra dingen, daar hebben zij geen tijd voor. Ja, en hier heb je natuurlijk de catering in het zorghotel gedeelte. Er moet gekookt en alles moet draaiende blijven. En de vrijwilligers die doen juist het extra wat zij dus net niet kunnen doen. Ja, ja. En wat vindt u zelf zo mooi aan dit beroep? Nou ja, dit is voor mij geen beroep. Vrijwilligerswerk, dat is gewoon je eigen insteek en leuke dingen doen. En wat NL Doet betreft, dat is dan gewoon even weer het extra gedeelte. We zijn dus vanmorgen dus met wat tuinklussen. Het voorjaar komt natuurlijk weer aan, dus terrassen moeten weer klaargemaakt worden. Vorig jaar bijvoorbeeld de Jeu de Boelbaan, die moet ook de groene troepjes eruit. Maar dat is dus met dit weer is er even niet geworden. Dus het is nou een spelmiddag geworden. Ja, precies. Ja. Ook natuurlijk superleuk. Ja, hartstikke leuk. En in de toekomst wordt het natuurlijk het terras natuurlijk heel erg mooi gemaakt. Ja, daar gaan we toch nog wel even mee aan de gang.